Goedemiddag en welkom bij onze Super Smash Brothers for Wii U stream. Het is eindelijk zover, we mogen erover lullen, we mogen het laten zien. En Samuel is onze expert, kan ik wel zeggen. Hij zit naast me. En, ik hoop het wel, als er iemand beter is op de redactie dan ik, dan hebben we even wat uit te vechten. Dat is wel duidelijk. Ik weet dat jij 1-1 staat tegen Roy op de 3DS. Mm. Dat is waar. Maar Roy, die chicken the out, die kon niet. Dus, die kon niet. Dus we gaan Super Smash Bros. Spelen dus. Ja. Ik ben compleet een noob. Dat is dan eigenlijk best wel leuk, want dan heb ik de mogelijkheid om jou uit te leggen hoe de game werkt. Ik denk dat heel veel mensen ook wel geïnteresseerd zijn in wat is Smash nou eigenlijk. Want niet iedereen is opgegroeid met Smash Brothers of met Nintendo, maar die weten wel dat Smash een groot ding is. Sowieso zijn fighters altijd easy to begin, maar difficult to master. Ja, nou ja, er zijn fighters die zijn überhaupt al hard to pick up. Yeah. Ik bedoel, Street Fighter, ondanks dat het een gigantische naam is, als je daar nu mee begint, anno 2014, denk ik niet dat je meteen zoiets hebt van, oh wat leuk, weet je. Het is echt iets wat je moet leren, maar Super Smash Bros. Is wel echt dat concept. Het is easy to pick up, maar redelijk hard to master. Maar jij hebt helemaal niks. Jij hebt misschien wat in je hele leven 10 minuten Smash gespeeld of zo? Ja, ik heb 10 minuutjes Smash gespeeld in mijn hele leven tegen jou. En nog Joe van Buren, geloof ik, op een Nintendo event. Ah, dat post E3 event inderdaad, ja. En dat was wel grappig. Maar ik merkte ook wel meteen van, oké, er zijn zoveel dingen die ik nog niet door heb. En er zijn nog zoveel dingen waar ik nog beter in kan worden. Het is ook een vrij chaotische game in de zin van, er kan heel veel gebeuren tegelijk, meer dan in bijvoorbeeld een Mario Kart. Dus ik kan me voorstellen dat als nieuwkomer dat je zoiets hebt van wat er gebeurt hier? Dus ik zou zeggen, we gaan gewoon lekker een potje spelen. Ja. Voor de kijkers thuis, ik heb Ganondorf gekozen, want dat is mijn main. Dat is het personage waar ik me lekkers bij voelt. En ik heb Cheered Pikachu laten kiezen, omdat dat iemand is waar je als beginner redelijk snel mee kunt aanvoelen wat de bedoeling is. Nou, Cheered, inderdaad, dat is een springknop. Cheered, zoals je ziet, kun je 2 keer springen. Je hebt 1 normale sprong en 1 tweede sprong in de lucht. En dat is belangrijk omdat Smash Brothers draait heel erg om mobiliteit. En dat heeft deels te maken met het feit dat de lucht, dat is heel belangrijk. In een game als Tekken maakt het niet zoveel uit wat je in de lucht doet. Je bent voornamelijk op de grond aan het matten. Hier ben je ook heel erg in de lucht aan het matten. En dat heeft te maken met het hele doel van Smash Brothers. In de meeste vechtgames is het de bedoeling dat je elkaar lens slaat totdat de levensmeter leeg is. Ja, dat is inderdaad wel even wat anders, want er staan nu 0%. Er staan percentages inderdaad. Je zou denken van nu zijn we bij de dood. Ja, en we zitten gewoon een beetje rond te springen, we gewoon inderdaad je een beetje dat gevoel krijgt. Dat percentage heeft te maken met je gewicht. Elke keer als ik jou aanraak, ik ga je nu bijvoorbeeld de kopstoot geven, zie je, nu is je percentage 14. Dat betekent dat jij iets lichter bent geworden nu. Ja. En hoe vaker ik jou raak, hoe lichter jij wordt. Want wat is het doel van Smash Brothers? Het doel van Smash Brothers is niet iemand slaan totdat hij KO is. Het doel van Smash Brothers is iemand het veld uitslaan. Ja. En hoe lichter jij bent, hoe makkelijker ik dat kan doen. Okay. Dus ik moet jou nog een beetje blijven slaan totdat ik jou echt makkelijk het veld uit kan mappen. Ik ben niet makkelijk het veld uit te slaan. Nee, want je bent klein en snel en dat is heel irritant. Dan heb je 2 aanvalsknoppen. Je hebt de A-knop. Druk daar maar eens op. Dat is jouw standaard combo knop zoals je ziet. Oh, die kan ik gewoon ingedrukt die houden. Die kan je ingedrukt houden, maar sla die knop eens of druk eens op die knop terwijl je een richting opslaat. Juist, bam. Zie je dat? Dat is een smash aanval. Dat is je sterkste aanval. Als iemand een beetje een hoog percentage heeft en je doet een smash aanval zoals die, dan vliegt hij lekker de lucht in. Oh, ja. Nou heb ik nog maar 40%, maar als ik straks op 80% of zo zit en je doet die, nou dan vlieg ik helemaal het scherm uit. Ik ja, kan precies. En het is handig als je dat ook op een randje doet natuurlijk. Precies, precies. Maar dat is ook de reden waarom Smash zo'n mobiele game is. Waarom je zo heel erg veel moet springen en rennen. Omdat als je eenmaal in de lucht bent, is het ook belangrijk dat je terug kunt komen. Kan je die smash ook in de lucht doen? Ja. Nee. De smash kan je niet in de lucht doen, je kan wel gewoon luchtaanvallen doen met A. Dus je kan wel gewoon in de lucht bijvoorbeeld gewoon aanvallen, maar die echt zo'n smash opladen, dat kan je niet in de lucht. Kijk, ik heb ook een balletje hier. Juist, dat zijn je speciale aanvallen. Die zitten allemaal op B. Elk personage heeft 4 speciale aanvallen. Neutrale B, wat jij nu doet, alleen op B drukken. Je hebt ook naar voren B. Kijk. Dat was je beneden B. Doe eens weer beneden B. Bam. Alright. Dus je hebt neutraal B. Zijkant B, boven B en beneden B. En dat is je boven B. En waarom die extra belangrijk is. Bam, lekker hoor. Waarom die extra belangrijk is. Je wist toch dat ik je verteld had dat je 2 sprongen hebt? Ja. Je hebt er eigenlijk 3. Als je na die tweede sprong boven B doet, doe je die derde sprong. Kijk, dat doe je. Dus als sla mij er eens uit met een sterke aanval. Ja.
heel goed. Nou, ik was nu gewoon, ik was dusdanig dood dat ik niet terug kon komen. Maar oké, okay, maar ram me nog eens een beetje, dat ik ongeveer op 50% zit en smash me er dan uit. Oké, okay, gewoon blijf een beetje aanvallen, hartstikke idee. Inderdaad, lekker. Oké, okay, smash me er nu eens al uit. Ah! Oh, bijna. Je deed, terugkomen deed je nu al bijna heel goed. Nou, geef me eens een smash. Nee, dat moet toch zo, of niet? Ja, ja, ja. Nee, maar echt smashen. Echt een stikken bepaalde kant op rammen. Juist. Oké. Okay. Tweede sprong en dan derde sprong. Zie je hoe ik terugkom? Ja. Dus daarom is die boven B, die boven B aanval is heel belangrijk. Want dat is je laatste redmiddel om die rand te pakken. Nou, en tenslotte wat een beetje belangrijk is om te weten is, verdedigen doe je met de rechter trigger. Dat is dit schild wat je ziet. En als je dan een bepaalde kant opdrukt, dan dodge je. En dodge is de veiligste manier om over het veld te bewegen. Want als je zo beweegt... Maar dan kan niemand je raken. Niemand kan je raken. Dus je kunt je echt alleen raken in die paar frames dat je dan even net uit die rol komt. Dus dit is de veiligste manier. Als je dat blijft doen, dan heb ik zoiets van, hey, kut beest, zie je? Ik ga gewoon door je heen. This is how I roll. This is how you roll. Dus dat zijn er specifieke dingen, aanvallen zoals deze die ik dan kan doen. Die dan een beetje door je ding heen gaat. Maar zelfs dat is moeilijk te doen. Ik heb probeerd te pakken. Allemaal, het is een hele... Holy shit, man. Ja. Rollen is heel goed. Dit kan je gewoon spammen. En, dat kan je spammen, maar sommige aanvallen zoals die gaan er dan een beetje doorheen. Dus ik moet gewoon heel goed kijken van wat gaat er doorheen. Zoals die. Pak ik je weer. No. Bam. Ik smash je omhoog. Oh nee, dat lukt niet. Nou, volgens mij begin je de basics al een beetje te begrijpen. Ja. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon even dit potje uitspelen. Nou, we zitten op 10 levens, ik denk niet dat we hem uit gaan spelen. Heel lekker. Bam. Wow, 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 man. Ja, ik deed een grab in de lucht. Hier, pak mijn bliksemschicht. Tweede sprong. Ah, bijna, bijna. Nou, heel goed. Damn. Nou, dus het doel van het spel is inderdaad percentage opbouwen door aan te vallen. Nou, bij een hoog percentage een hele sterke aanval doen, zoals die side B of een smash. En als je zelf eruit wordt gesmashed, terugkomen met de middel van je sprongen. En een goed potje smash kan heel verhit worden. Zo verhit dat je dan zelfs vergeet te praten bij het streamen. Dat zal straks wel een paar keer gebeuren. Maar, zoals je misschien ook gehoord hebt, is dat heel veel mensen zeggen, ja, Smash is niet echt een competitive fighter, het is een party game. En heel goed, kijk, je kwam nu heel goed terug. En sommige mensen zeggen dat het een party game is, omdat je items kunt aanzetten. Net zoals in Mario Kart heb je hier items. Die hebben we nu uitgezet. Die hebben we nu uitgezet. Maar wat voor dingen zijn het dan? Zijn het van dan? Pokeballs tot Mario Mushrooms, tot honkbalknuppels, laserguns, lightsabers zitten er zelfs in. Allemaal dingen die je kunnen helpen en soms zelfs dwars zitten. En die de game wat meer random en wat leuker maken. Het enige grote verschil met Mario Kart is, bij Mario Kart zijn die items essentieel deel van de game. En de meeste mensen die Smash spelen, die willen graag Smash vaak spelen zonder items. Ja. Maar om de essentie van Smash te begrijpen, om echt dat party game gevoel te hebben, dan moet je toch wel echt items aanzetten. Dus ik zeg, laten we zo uit dit potje gaan, laten we items aanzetten. Ja. En laten we dan gewoon even kijken hoe chaotisch het echt kan worden. Oh, nu ben ik zelf geraakt? Zo. Ja, maar dat maakt niet uit. Als jij die geraakt wordt door je beneden B, door die bliksem, dan doe je jezelf geen schade. Kijk, doe nog eens beneden B als ik ernaast sta. Bam, dan vlieg ik al wel heel ver. Dat is een hele goede aanval om te doen als er meerdere personen op het scherm staan. Ja. Als er 3 personen om je heen staan en je doet die beneden B, raak je er altijd wel 1 of 2. Ik heb die trap die heel erg lekker is. En zie je, ik zag je dat je daar ging landen. Dus ik laadde die smash aanval omdat ik wist van je land daar. En dan kan je zo bam, dan kan je iemand echt lekker van schade geven. Goed, we gaan hier even uit. Ja. En dan gaan we items aanzetten. En dan wordt het pas chaotisch, jongen. Goh, dat wil je niet weten. En het kan ook chaotisch worden omdat je bijvoorbeeld met z'n vieren speelt. Of omdat je op een level speelt met heel veel stage hazards. Ja. Dat er een deel van het scherm ontploft, noem het maar op. Een paar keer op aandrukken. Want dat is inderdaad, bij Nintendo is de A even omgedraaid bij Nintendo zit de A helemaal B. rechts, inderdaad. Ja. Dat een beetje jammer is. Oké, okay, nou we gaan eerst het aantal levens even op 3 zetten. Dan duren die potjes niet zo lang. En dan gaan we nu even naar de item switch. En dan zetten we de items gewoon op medium. Okay. Alle items staan aan. Je dat kan is ook hier, standaard. Dat is standaard. En als de competitive wordt gespeeld dan? Als de competitive wordt gespeeld, dan zet je alle items op none. Zet je uit. Het is gewoon echt super, alles op non. Zet je gewoon alles uit. Je kan hier ook
bepalen welke items je aan of uitzet. Je kan ook met items willen spelen, maar ze niet allemaal in de game willen hebben bijvoorbeeld. Sommige mensen zetten alleen de smashball aan. Want wat is de smashball? De smashball is de item wat je de final smash aanval geeft. Elk personage heeft een soort super aanval. En die krijg je wel alleen door items. Maar we zetten ze nu gewoon allemaal aan. En trouwens, voor de kijkers thuis, de final smash is ook wat ik gisteren bij je moeder deed. Wat dat even terzijde. Maar ja. Jij speelt nu met je 3DS. Ja. Maar hoe werkt dat precies? Dat is gewoon, het leuke van deze nieuwe Smash Brothers is dat je ook echt een miljoen opties hebt om de game te besturen. Je kan de game spelen met de Wiimote, met de Wiimote en een Nunchuck, met de Classic Controller, met een Wii U Pro Controller, met uiteraard de controller, deck controllers, de GameCube Controller. Ja. Maar ook met je 3DS. En ik heb hem inderdaad dus met Bluetooth gewoon gesynct aan maar mijn... Maar je GameCube je GameCube Controller, dat is best een tongenbreker. Die heb je zelf niet of zo? Ik heb wel een GameCube Controller, alleen om die controller aan te sluiten aan mijn Wii U. Ja. Wow. Heb ik een speciaal kastje nodig, genaamd de GameCube Controller. Ja, daar had je het gisteren over. USB-ding? Ik heb geen idee wat dat is. Maar die is nog niet uit. Een soort van adapter of een zo? Een soort GameCube adapter, inderdaad. Maar die hebben we nog niet, dus ik moet het helaas met iets anders doen. Wat je misschien kan doen nu... Een andere character? Ja, want diezelfde basistechnieken die ik jou vertelde, zoals je bovenbeest, je derde sprong, et cetera, dat blijft een beetje hetzelfde. Kies bijvoorbeeld Link maar. Inderdaad, dan kies ik mijn man Bowser, want hij is metal as fuck. Groen kleur, je kan dus met je triggers ook de kleur veranderen of met je schouderknoppen. Dan neem je lekker roze Link of zo, dat staat zo mooi naar jou. Of Dark Link, die is ook behoorlijk metal. Oh, deze is wel... Die is vrij badass inderdaad. Of Oni Link uit Majora's Oni Mask. Oni Link? Ja, Fierce Deity Link. In Majora's Mask, als je het ultieme masker opzet, dan ga je er zo uitzien. Okay. Maar het is allemaal Nintendo Babel. Vast niet Majora's Mask niet gespeeld? Nee, precies. Nou, perfect. Nou, zullen we ook een intenser level gelijk erbij nemen? Waar veel meer op gebeurt. Doe intense shit. Intense shit. Met een baas erbij. Kijk, Pyro Sphere, dan zit er zelfs een baas bij. Oh? Die af en toe besluit mee te kutten. Kijk nou. Ga eerst maar even experimenteren. Druk maar gewoon op B, dus je ziet dat ze pijlen boven. Dat is beneden B, een bommetje. Juist, dat is je ondersmash. Je boven smash. Ook weer je boven smash. En druk nu eens op B. Gewoon één. Dat is je pijlenboog. Oh ja. Doe eens je boven B. En doe die eens als je een sprong doet. In de lucht. Ja. Zie je dat het een derde sprong is? Dus, onder je staat een hamer. Pak die met de A-knop. En kom daar eens naar me toe lopen. Waar is die nou? Daar. Oh, je kan door een platform zakken door naar beneden te smashen. Oh, dat is die Donkey Kong hamer. Precies. Dus zie je, dit soort dingen zitten in de game. En nou pak ik hem. Want dat vind ik... ik word lekker ontploft. Kom hier, Link. Kom hier. Kom eens hier, Chirp. Oh, dit is een dragon. Dat is inderdaad Ridley uit Metroid. Die besluit mee te vechten. En nu hoort hij bij mij, dus dan ga ik jou lekker aankutten. Oh, ik had een soort van... Als je dingen op de grond ziet, pak ze, hè. Met de A-knop. Huh? Wie de fuck is die gast? Dat is Samurai Goro. Dat is uit F-Zero. Soms zie je bepaalde capsules op de grond liggen. En daarmee kun je personages oproepen uit de Nintendo-historie. Die met je meekomen vechten. Een beetje hetzelfde wat Pokéballs doen. Ik geef nog een beetje de kans om gewoon een beetje de controls te leren kennen. Waarom vecht die draak voor jou dan? Moet je hem temmen of zo? Ja, ik heb hem een paar keer geslagen. Ik heb hem een paar keer geraakt en dan komt hij aan mijn zijde te vechten. Dat is niet eerlijk, maar zie je hoe hectisch het wordt? Vergeet niet te dodgen door te bewegen. Hè? Dan kan je, dat is een hele goede manier om ook die dude te ontwijken. Is hij ook, moet ik hem doodmaken of zo? Je kan hem doodmaken, dan verdien je zelfs een KO-punt volgens mij. En hij is al bijna dood, want hij begint behoorlijk te glimmen. Maar hij hoort gewoon van mij. Maar helaas ben jij al dood, van die drie levens zijn... Holy shit, het is chaotisch, hè? Moeilijk. Het is chaotisch. Zullen we even een minder moeilijk level doen, dat je een beetje de controle wat meer hebt? Dit is waardeloos. Je hebt volgens mij echt al je levens nog. Ik had al mijn levens nog, ja. Maar ik speel Smash al sinds het allereerste deel op de Nintendo 64, hè, dus ik ben... Worden er veel toernooien voor gespeeld en zo? Er worden best wel veel toernooien voor gespeeld. Zeker ook nog voor Super Smash Bros. Melee, de GameCube game.
die toch wel een beetje de competitive scene voor Super Smash Bros. Gecreëerd heeft. Mm-hmm. En het is nog steeds de snelste en moeilijkste Smash game ook om te beheersen. Even kijken. Big Battlefield. Die heb ik nog niet geprobeerd. Het is waarschijnlijk te groot voor met z'n tweeën, maar we gaan hem gewoon doen. Oké, als je door een platform wil zakken, moet je die bestick naar beneden smashen. Net als wanneer je een smash aanval doet. Dus ik smash hem naar beneden en ik val er doorheen. Oh ja. Inderdaad, dan zou je al je B aanvallen. Vergeet je smash aanvallen niet. Het is veel informatie om in één keer naar binnen te werken, maar... Hier, kijk, dat is bijvoorbeeld een vuurbloem. Pak die met A en dan kan je gewoon vuur spugen de hele tijd. Oh, het is echt een vlammenwerper. Inderdaad, nu heb je gewoon een vlammenwerper. En dat maakt de game echt tot een party game. Weet je, dit soort dingetjes. Oké, nu kan je hem weggooien inderdaad. Bam, lekker. Gewoon een beetje percentage opbouwen met je standaard aanvallen. Oh, zie je die bal daar? Ja? Dat is je final smash. Je moet die heel veel schade doen en dan breekt die en dan krijg je de final smash aanval. Oh, die heb je niet meteen als je... Nee, kijk, ik heb hem nu kapot gemaakt. Als ik nu jou pak, dan doe ik mijn ultieme aanval. Oh, man. The Great Ether. En inderdaad, dat doet meer pijn dan wat ik gemiddeld op een zaterdagavond uitspook bij een dame. Dus... Hatsiki day. Jij hebt nu een schild gepakt waarmee je achterkant beschermd wordt. Kijk, dat was je voren B, die boomerang. De B-aanvallen van Link zijn een beetje projectiles. Dus met de B-aanvallen, de speciale aanvallen van Link, kun je op een afstandje vechten. Ah, man. Ik wil die opwachten, maar... Ha, ik heb een smart bomb. Kom dan. Sorry. Aha, ik heb het Hij is... Gewoon... Netjes, hoor. Vergeet niet te smashen, ik zit al op 100%, hè. Dus als je mij nu één goede tik verkeert... Of zo'n dash aanval bijvoorbeeld. Dan lig ik eruit. Wat was dat ook alweer? Was dat nou A, zo'n smash? Ja, heel hard op A. En dan heel hard op een richting. Ja, je hebt nu alleen die item, dus die zou ik even weggooien met je linker bumper. Dat heel was goed. Een smash? Dat was een dash aanval. Dat was dat je rende en op A drukte, maar dat was een smash. En dit is een honkbalknuppel, die is heel leuk, want als je een smash doet met honkbalknuppel die je raakt, ligt iemand er meteen uit. Maar ik heb natuurlijk weer een tekort dingetje, bam. Oh. Ja, dat is wat je gebeurt als je een honkbalknuppel pakt. En je was 100. En ik was gewoon op 100 inderdaad. Oké, sla die smashbal nu, dan krijg je ultieme aanval. Fuck. Spring eens en doe die boven B. Heel goed, oké. Op B, druk nu op B als je bij mij in de buurt staat. Heel netjes. Dan hoef je alleen maar B, dan hoef je het niet te smash te doen. Ja, als je de final smash hebt, dan... Hier, pak aan, bitch. Lekker hoor, ik kon niet recoveren. Zeg maar badass zijn dan. Hier, ik heb een smartbomb. Ik krijg een scherm met het beeld van steeds die telefoon uit, want je kan het horen, maar ik denk dat het de vibratie van je gamepad bedoelt. Die kan je naar me toe gooien. Nou, zoals je ziet, je begint nu een beetje te begrijpen hoe Smash werkt. Dit wordt een raket op je flikken. Dit wordt pas echt leuk als je het met z'n vieren speelt, of nu zelfs met z'n achten. Jezus, maar met 8 mensen? Je kan dit met 8 mensen spelen. Ja. Ik bedoel, dat... ja, daar, dit level is ook gemaakt voor 8 mensen in principe. Ik zit nu gewoon een beetje... Kijk, bam. Dus lekker te wachten en op jou te schieten. Heel goed, dat was je derde sprong. Oké, nou. Bam. Hey. Doe eens naar beneden A terwijl je in de lucht bent. Dan doe je een soort stab. Kijk, ik ga je weer even omhoog slaan en dan moet je, als je in de lucht bent, moet je een beneden... Die! Zag je die? Ja, het is van de pogo stick van Zelda. Inderdaad. Van Link. Sorry. Oké, dan ga ik een beetje serieus spelen. Dan kunnen de mensen thuis zien hoe het is om een goede Ike-speler te hebben. Ah, zie ik er.
Huh, wat is dat? Dat is een assist trophy. Ik pakte die capsule en er kwam dus een Nintendo personage uit. En dat was Andros uit Star Fox en in zijn geval zou hij dus dingen naar je toe spugen. Alright. Nou, je begint het een beetje te snappen. Een beetje? Ja. Maar ik hoorde je vertellen toen we in de auto hier naartoe reden. Dat je ook co-op kunt doen in deze game. Het is een co-op game, een co-op singleplayer modus. Alleen als ik wil blijven spelen met de 3DS modus, dan kan ik die niet spelen. Want met de 3DS kan je blijkbaar alleen de multiplayer modus doen. Oké. Okay. Dus dat is toch raar? Dat is best wel raar. We kunnen misschien wel even straks die co-op modus doen. We hebben daar nog een controller liggen. Ja, maar dan moet ik inderdaad een andere controller pakken. Zal ik even kijken of die kan synken? Ja. En of er nog batterijen zitten in deze. Dan moet ik hem inderdaad eerst even zinken. Dat doen we in een paar seconden. Zo. Eén, twee. En nou is hij gezinkt. Nou, dan gaan we er even uit. Zo. Misschien is het wel even handig om te zeggen dat we nu, als we dit opnemen, niet live zijn. Dus op het moment dat we niet op de chat reageren, dan heeft dat als, misschien dat even in het begin moeten zeggen. Misschien dat we in het begin moeten zeggen. Het is niet live, want we zaten aan een embargo vast. Ja, dus we zijn het nu aan 10:00 ochtends aan het spelen. En dan kunnen jullie dat helemaal kijken als het 6:00 is. Games and more. Volgens mij kon je solo met z'n tweeën spelen. Solo. Classic. Special order, welke was het ook weer? We proberen gewoon classic. Kijken of je dat met de twee kan doen. Ja. Oh nee, dit kan je gewoon met alleen in je eentje doen volgens mij, toch? Ja. Okay. Er was een single player modus die je met z'n tweeën kon doen, kan ik me herinneren. Oké. Okay. Was het All Star? Volgens mij kon je All Star met z'n tweeën. Ik weet het eigenlijk niet meer, je moet het gewoon even proberen. Nee, ik krijg hier ook niks bij. Nee, ook niet. Hè? En voor duidelijkheid, is ook de eerste keer dat Samuel deze game op de Wii U speelt. Dit is de eerste keer dat ik de Wii U-versie speel. De 3DS-versie heb ik helemaal kapot gespeeld. Ik heb de 3DS-versie zelfs dusdanig kapot gespeeld dat... Hij het niet meer doet? Dat ik alle trofeeën heb gehaald en alles wat je maar kon halen. Oké. Okay. Dus de single... Hoeveel uur heb je er dan in, denk je? Stukken. Als je 70, nou een group 80. Doet dan? Ah, heel goed. Dankjewel. Classic. En dan met het... kijk. Cheert, die gebruikt duidelijk zijn hersencellen meer dan ik op dit moment. Hij mag dan wel de... Ik ben wel player 1 nog. Haha, mooi. Oké, wie ga ik eens kiezen? Charizard, dat vind ik zo, fijn. Zo, deze gast ziet er badass uit. Dus, die is echt sick, jongen. Wie, Villager? Vermoord je vrouw en kinderen. Ja, maar Villager heeft een alternatief outfit waardoor het lijkt of je echt gebloot heeft. Dan is hij helemaal psycho. Kies eens even een ander pakje van hem. Er is er eentje, ja, die, nee. Eentje verder? Ja, die. Die is zo stoned. Niet normaal. Awesome. Oké, even mijn naam erop zetten. S. Oh. Ja. Rechts onderin. Yep. Cheered. Alright. Oké. Okay. Let go. Let go. Nou, even een moeilijkheidsgraad instellen. Zullen we gewoon op 3. Dat klinkt wel prima. Ja. Ja, want de CPU in de game is nooit zo moeilijk. Nou, even kijken hoe deze nieuwe Classic motor uitziet, want het is allemaal nieuw voor mij. Huh? What the hell? Ik snap dit ook niet. Hoe werkt dit? Bestuur jij mij nou? Oh. Ik weet niet wat ik bedoel. Druk maar gewoon op een knopje. Ik druk nu op alle knopjes, maar... Geef eens. Ik weet niet wat het is. Het is een of andere bordspelmodus of zo. Ah, kijk. Je moet gewoon tegen dat dingetje aankomen. Ja, ja, ja. Oké, nou kom ik... Oh, was ik het aan het besturen ook? Ja, was het aan het besturen. Oh. Oké, wij zitten nu in een team, we kunnen elkaar niet raken. En wij moeten dus de blauwe team raken, Peach en Marth. Oh, de controls zijn weer anders, maar dat maakt niet uit. Holy shit, dat doe ik nou. Ik heb ballonnen. Boerman, wat doet u nu?
Ja, je ballonnen, dat zijn die derde sprong voor jou. Je hebt zeg maar een hele goede derde sprong. Namelijk die ballonnen. Oh, ik ben dazzled. Ik ben niet... Ja, dan moet je gewoon heel vaak met de stick slaan. Wow, de controls zijn wel echt heel raar in deze. Bam. Damn you, Marth. It's okay. Lekker hoor. Oh, ik lig wel uit. Echt waar? Nee. Ik had gewoon één leven verloren, maar mijn smash-knop zit op mijn special-knop en andersom. Dus dat is een beetje wennen. Kijk, zo. Peach ligt eruit. Marth ligt er ook uit. Ja, maar ze stonden gewoon stil. Anyways, goed gedaan. Yeah! Nice! Oké, maar dit was level 1 natuurlijk. Dit was level 1. Gereed voor. A, B, oké. Oh, hoe? Nou, dan gaan we dan. Bam, daarheen. Oh, dan moeten we tegen vier andere pappies. Ah, maar wat maakt dit? Is dit beter dan de Street Fighter, vind je? Bijvoorbeeld? Heel anders. Street Fighter is. Hoe leg ik dit uit? Ik vind Smash Brothers over het algemeen leuker omdat het veel meer te maken heeft met behendigheid. Het heeft veel meer te maken met positionering en hoe je springt en hoe je ontwijkt. Street Fighter is meer een game die te maken heeft met een goede combo uitvoeren op je tegenstander. Een opening zoeken en dan een combo uitvoeren. En dat is ook heel tof, maar het voelt minder gek dan Smash Brothers. Smash Brothers heeft ook heel veel platforming erin en dat vind ik gewoon heel tof. Ik vind het een completere fighter dan Street Fighter eigenlijk. Een modernere fighter toch wel, hoe raar dat ook mag klinken. Okay. En Street Fighter zal altijd een soort van de daddy van fighting games blijven. En als het gaat om 1-op-1 vechten, is er denk ik ook niks beters dan Street Fighter stiekem. Maar Smash Brothers, zeker in groepscontext, is gewoon echt nog steeds de beste fighter ever. Als je het mij vraagt. En ik probeer jou nu aan te vallen, maar je zit in mijn team, dus what the fuck doe ik? Ik weet ook niet, dat poppetje wat ik heb, die is echt crazy, jongen. Die, die bouwt bomen en shit. En die boom kan je dus omhakken. Holy shit, en ik ben jij nou? Ja, ik ben eruit geknald door Nes, maar nu krijgt hij wraak. Bam. Well done. Hopsa. Box. Bam. Ik heb nog steeds geen idee wat het doel is van dit hele bord ding. Ja, je moet denk ik het hele bord vrij spelen of zo? Ja, zoiets. Dat is toch het ding. Maar uiteindelijk komt het wel gewoon maar neer ook, dat je dit gewoon... Dit is natuurlijk geïnspireerd op die amiibo's. Ja, inderdaad. Vandaar dat het er zo uitziet. Nou ja, eigenlijk andersom. Ik denk dat de amiibo's gebaseerd zijn op een beetje die trofeeën van Smash. Maar die zitten er al in sinds Melee en dat is echt 2002. Als je het beginfilmpje ziet van Super Smash Bros. Melee, dan lijkt het echt alsof je die amiibo's opeens in actie ziet. Bam. Goed zo, Charizard. Pak hem op. Hoe durf je op mijn hoofd te springen? Wie denk je dat ik ben? Bam. Eet. Wow. Eet is... Ik zei eet, zei ik. Eat my balls. Zo fijn om een grote rode draak te zijn. Holy shit, wat gebeurt er nou? Wat? Ik. Hè? Je hebt volgens mij de. Ik snap dat het poppetje echt een taal niet, joh. Nee, dat maakt niet uit. Waarschijnlijk had ze een item gepakt waardoor je de lucht in vloog. Hier. Ik viel eraan met een bloempot. Ja, inderdaad. Dat is je dash aanval. Als je dus rent, en rennen doe je door de stick te smashen, inderdaad. Ja. Dan, en je doet dan een aanval. Dan doe je een dash aanval. Bij Link was het dat die opeens dat zwaard zo naar voren gooide, bijvoorbeeld. Ja. Een hele goede aanval is dan. Nog meer poppetjes. We gaan voor deze groep. Wat betekent die toontjes? Zeg maar, die groene penis en. Volgens mij is dat de prijs die je krijgt. Het ziet er inderdaad uit als een penis met een hele prominente eikel inderdaad. Dan ben je wel over-cucumbered. Zo noem ik het altijd sinds Oblivion. Over-encumbered inderdaad, ja. Als je te veel shit meeneemt. Sinds Oblivion, als mijn character te zwaar is. Of, dan ben je over-concommerd. Ja. Oh nee, goed zo Charizard. Charizard, gebruik je Rock Smash. Bam.
Hey, hoezo raakte Ness me uit mijn Rock Smash? Het moet invincible zijn tijdens de aanval. Holy shit, jongen. Echt. Gaat echt los. Oh, bam. Lekker, hoor. Oh, shit. Ik zit in een trap. Daaruit, eruit. Nice. Bam. Zo doen we ik dat. Ik heb het meeste gedeelte van de tijd echt niet geen flauw idee wat ik aan het doen. Nee, maar je hebt ook een redelijk ingewikkeld personage genomen. Ja. Villager is een personage dat heel erg ook de tactieken van een tegenstander tegen zich gebruikt. Jouw standaard B, als je gewoon een B drukt, dan pak je iets. En dat is als iemand bijvoorbeeld iets op jou schiet, dan kan je die projectile van hun kan je stelen. Dus zonder dat jouw tegenstander iets doet, heb je echt niet echt iets aan jouw standaard B. Kijk, druk eens gewoon op B zonder een richting te drukken. Nou ja, dat kan je nu dan niet doen. Maar als je gewoon een B drukt bij Villager, zie je dit doen. Ja, nou ja, hij doet echt rare shit. Hij bouwt in één keer een raket en precies. Een boom heeft hij geplant. En die boom kan hij weer omhakken. En als die boom op iemand valt, dan is hij bijna altijd in één keer dood. What? Ja, dat is echt crazy. Nou, maar Villager is wel inderdaad zo'n personage dat wat meer voor gevorderde spelers is. Ja. Omdat het niet zo heel erg straightforward is. Wat zijn nou echt de personages die wat voor beginners zijn? Nee, we hebben Pikachu al gehad, we hebben Link al gehad. Nou, je moet ook een beetje kijken naar gewichtsklassen. Je hebt lichte, zware en gemiddelde characters. Ik denk dat de gemiddelde characters hele goede begincharacters zijn. Dat zijn inderdaad characters als Mario, Yoshi, Pikachu, Link, Princess Peach. Dat zijn allemaal wel redelijk goede characters, redelijk straightforward, geen rare fratsen. Elk personage is trouwens wel goed hoor. Met elk personage zou je in principe goed genoeg kunnen worden om een toernooi te winnen bijvoorbeeld. Er zijn wel een paar personages die iets beter zijn dan anderen. Je hebt altijd natuurlijk wel een tierlist. Maar ik ben bijvoorbeeld groot fan van zware personages. Ik speel graag met Charizard en Bowser en Ganondorf en Donkey Kong. Maar dat komt omdat ik hou gewoon van raak klappen uitdelen. Ik hou niet zo van het snelle geneuzel. Ik vind het ook niet erg om een beetje schade te ontvangen om het te kunnen uitdelen. Zoals je ziet worden we bijgestaan door de paddles van Pong. En ik ben gered door het level. Het level verandert. Dit level heeft drie fases. We zijn nu in de tweede fase. Oh, oké. Okay. Nou, netjes hoor. Niks aan de hand. Bam. Het is ook niet heel moeilijk, moet ik zeggen, dit. De CPU in de singleplayer is over het algemeen vrij dom. En dan hebben we hem ook op 3.0 gezet. We kunnen hem op 9 zetten en dan begin je wel een beetje om je mama te roepen. Maar de computer op level 3 die verdedigt niet veel en die dodgt niet veel. En wat ook leuk is... Oh, Mega Man. Ja, Mega Man zit er ook in. En daar wilde ik eigenlijk net over beginnen. Wat leuk is aan Smash ook, los van de gameplay en de multiplayer actie en de chaos, is dat het ook een beetje een soort encyclopedie is. Kijk dan, jongen, ik schep ze allemaal de grond in. Wat? Ja. Het is een beetje een encyclopedie van Nintendo, Smash Brothers. Al die trofeeën en al die achtergrondinformatie vormt echt een behoorlijk complete overzicht van wat Nintendo zo tof maakt. En ik bedoel, een ander bedrijf zou dit niet kunnen maken. Weet je, ik bedoel, Sony heeft PlayStation All-Stars probeert te maken, wat een Smash Brothers clone is. Maar dat merkt hij meteen al van, dat werkt niet, weet je. Ik bedoel, natuurlijk, oké, een Crash Bandicoot kennen mensen, een Dante kennen mensen. Ja. Nathan Drake kennen mensen, maar voor de rest... Maar hier zit er dan ook weer Pac-Man en zo in. Pac-Man trouwens. Klopt. Pac-Man. Pootjes en een neus. Ja, inderdaad. Ja, dat is een beetje raar. Oh, dit zijn de eindbazen van de Smash. Van Zelda, die hand. Nee, ik weet welke je bedoelt. Je hebt het over de Wallmasters. Yeah. Maar dit is Master Hand. Zij zijn de representatie van de creativiteit en destructie in de Smash Brothers wereld. En je moet gewoon tegen ze aanspringen en aanvallen doen, terwijl je ze probeert te ontwijken. Oh man. Oh shit, ze hebben een soort van laser shit uit hun... Yep. Net gehaald. No! Oh shit, ik heb er ook in gezogen. Oh shit. Ik heb niet gehaald. Ik ook niet. Ja, mijn A en B zijn omgedraaid, dus dat is echt wel kut.
Ah, ik ben nu ook al dood. It's all you, baby. Kijk dan, jongen. Dat is van Harry Potter Deluxe. Nice, nice, nice. Ze zijn bijna dood, trouwens. Oh, fuck. Heel goed, heel goed. No. Bijna, bijna. Ze hebben nog maar 30 HP. Ah, nee! Oh, bijna dood! Mijn lieben! Pak ze nu, nog één keer. Ik kan niet. Oh, je sliep. Hoe de fuck ga je slapen als er twee van die huge reuzenhanden? bijna. Terugkomen. Heel goed. Ah! Nee! Oh, ze hadden nog maar 6 HP. Ah, dat meen je niet. Ik moet echt mijn controls aanpassen, want ik kan er echt geen kut van zo. Ja. Als jij dat doet, dan pas ik mijn poppetje aan, of kan dat niet meer? Ja, dat kan wel. We gaan er even uit. Ik ga even snel mijn controllers aanpassen. En dan ga jij even een ander poppetje kiezen. En dan ga ik nu denk ik voor de standaard shit. Dus Mario precies, Yoshi. Of Link, inderdaad. Nou, ik zou Yoshi misschien toch niet kiezen, want hij heeft geen derde sprong bijvoorbeeld. Hij heeft een hele hoge tweede sprong, maar bijna geen derde. Oh. Dus dat is misschien toch geen goede... keuze voor een beginner. Ah, kijk. Ik heb nu een... Juist. Oké, attack wordt jump. Special move wordt attack. En deze jump wordt een special move. Kijk, en nu kan ik spelen zoals God het bedoeld heeft. Heerlijk. Oké, we gaan nog een keer classic mode doen met z'n tweeën. Alright. En dan ga jij even een personage zoeken die wat minder stoned is. Ja, want deze dude die niet was dat daar iets mis crazy. Mee is per se, maar... Hij ging allemaal bomen planten en slapen precies. Als een reuzenhanden. Mooi titelscherm. En dan moeten we nu even... Okay. Waar was het ook weer? Group, hè? Zaten wij. Ja. Games and More. Group. Classic. Awesome. Mooi, nou dan ga ik even met... Weet je wat? Ik ga met de most fabulous man in the universe. Captain Flakion. En dan wel Captain Fabulous. Captain Fabulous, bam. Jeetje Falcon. In zo'n roze pakkie. Bowser Jr.? Nee, man. Cause I'm fabulous. Diddy Kong. Is die oké? Die is heel snel en erratic. Dus als je niet echt weet wat je doet, is het een beetje moeilijk te... Even kijken wat... Fox, neem Fox maar. Fox is een goeie om ook een beetje mee te kiezen. Is redelijk snel, maar die is ook redelijk straightforward. En dan op A, inderdaad. En dan cheert, hartstikke goed. Bam. Yeah. Let's go. Let's go. Wat bijvoorbeeld vet is aan Fox is, zijn boven B, moet je maar proberen, dan verandert hij in vuur en dan schiet hij zo omhoog. Oké. Okay. En vlak voordat hij omhoog schiet, kan je zelfs de richting daarvan nog even veranderen. Maar we gaan even naar deze bitches toe en dan gaan we met hun vechten. Maar dit is niet echt een single-player game, toch? Ik bedoel... Nee, je speelt dit echt voor de multiplayer. Het leuke van de Wii U-versie is wel dat ze er ontzettend veel single-player-modi in hebben gedaan. Dus als je een eenzame speler bent, dan kan je wel vermaken. Maar het is iets wat je inderdaad gewoon met vrienden moet spelen of online. Bam. Holy oh, shit. Wat is Captain Falcon toch een held. Deze gast teleporteert als een bitch. Echt niet geloven. Oh, bam! Ik heb niet eens iemand geraakt! Nee, maar ik heb gewoon... Ik ging alleen maar heen en weer teleporteren. Maar ja, je bent mijn backup, oké? Ik ben ze aan het afleiden. Precies dat. Terwijl ik gewoon mijn Falcon Punches en Falcon Kicks uitvoer. Ah, Mega Man. Mega Man is wat ze noemen een zoning character. Zoning betekent dat jouw tactiek voornamelijk bestaat uit projectielen. Hij houdt iemand graag op een afstandje. Hmm. En hij bouwt op die manier percentage op. En ik haat... Ik heb persoonlijk echt een stronthekel aan zoning characters. Ik ben een heel erg direct brute force character. Wat je ook ziet aan bijvoorbeeld mijn Captain Falcon. Bam. Nou, een Pokémon. Ja, nu gaat het. Nu snapt het wat meer. Ja, hij snapt het, hè? Bam. Lekker smash. Bam.
Zo doen we dat. Oh, we zijn even dazed. Heel goed, Chip. Bam! Bam! Yeah! That's my boy! We zijn die fucking handen, jongen. Ja, we gaan ze even pakken, hè? Master Hand, Crazy Hand. Ik schenk nog een beetje wijn bij, want als ik aangeschoten ben, dan speel ik veel beter Smash. Ja, nu gaan mensen... Ik raad jullie niet aan mensen, om thuis... Nu gaan mensen denken van, oké, maar het was al om 10 uur opgenomen. What the fuck? Ja, nee, maar voor mij is het echt al heel laat 's avonds, hè, want ik heb niet geslapen vannacht. Dus. Oh ja, dat is waar. Ja. Wat speel je nu tegenwoordig? Speel je alleen Super Smash op de 3DS? Of, Nee, ik speel nu momenteel ook heel veel Pokémon nog. Ik heb de review versie gedaan van Pokémon Omega Ruby. En als Pokémon fan vind ik hem oprecht wel heel erg tof. Dus ik ben daar ook wel redelijk wat tijd in het steken. Ik ben even een mooi team aan het maken nu. Verder speel ik op de PS4 momenteel Shadow Warrior nog. Kijk, wat speel ik nog meer? Ik spring een beetje rond terwijl ik nadenk over wat ik nog meer speel. Oh ja, Bayonetta 2 speel ik af en toe ook nog een beetje. En Shuffle Knight ben ik weer aan het spelen op mijn Wii U ook. Want ik heb er alleen de 3DS versie van gespeeld. Wow, ben ik al gekild? Oké, ik ga nu wel even opletten, want dat kan niet. Wat een chaos, zeg hier. Wow, echt wel. Ja. Ik zag niet eens waar ik was. Oké, bam. Daar ben ik. There we go. Doei. Falcon shit. Dat is zo mooi. Oh, Final Smash. Pak die Final Smash bal. Oh, wacht. Nice, oké. Laat hem maar komen. Laat hem komen. Oh, ik heb hem gemist. Oh. Jammer. Haha. Yeah, man. Until we roll. Wij zijn de Smash Brothers. Ik ben er niet in één keer dood gegaan ook. Nee, inderdaad. En als ik zo blijf drinken, dan word ik de Smashed Brother. Maar goed, dat komt wel goed. Ja, maar kijk, wij zijn allebei redelijk snelle personages. Dus wij maken gewoon een heel goed team zo. Nou, zoek jij maar een paar tegenstanders op tegen wie je wil vechten. Wat is dat? Is het Kirby? Nee, dat is Jigglypuff. Oh. Kirby heeft die origin. We hebben Kirby helemaal niet, kunnen we niet kiezen. Jawel, Kirby kunnen we kiezen. Ik heb Kirby niet gezien. Kirby zit ergens in het midden. Oh, oké. Okay. Ja, het mooie van Kirby is, hij kan iedereen opzuigen en zijn krachten kopiëren. Dus ik heb bijvoorbeeld de Falcon Punch en die kan hij dan jatten van mij. Maar, oké. Okay. Oh, we zitten in het Wii Fit level, dat hebben we niet gespeeld, maar die spiegel op de achtergrond. Oh, ik mis mijn GameCube-controller wel, hoor. Ja, maar komt het eerder niet dat je GameCube-controller kon gebruiken voor bepaalde shit? Zoals, Oh, voor Smash wel, alleen niet op Wii U-games. Er was geen mogelijkheid om een GameCube-controller aan te sluiten op de Wii U, want er zaten gewoon geen GameCube-poorten in. Bam, netjes. Dus Nintendo heeft zoiets gehad van, ja oké, maar Smash Brothers moet nog wel gespeeld worden met een GameCube controller. Dus we geven jullie gewoon die Dus GameCube alleen voor Smash hebben ze dit eigenlijk gedaan? Ja. Eigenlijk wel, maar je gaat hem wel kunnen gebruiken voor meer games. Als je die adapter eindelijk hebt. Wat is eigenlijk je favoriete console op dit moment? Als je, ik weet dat je een PlayStation 4 ook hebt en je hebt een Wii U en je hebt de 3DS. Ik heb alles. Het enige wat ik mis is een Xbox One op dit moment. En die wilde ik kopen, maar het geld dat ik gespaard had is opgegaan aan reparaties zoals aan mijn kachel en zo. Dat is het zielige verhaal van iemand die alleen woont. Ja. Dat je zo vaak kacheltje lam wordt. Ook dat inderdaad. Maar die Xbox One moet nog even op ze laten wachten. Ik ben af en toe gewoon mijn personage kwijt. Maar jij wil weten wat ik mijn favoriete console is op dit moment? Ja, op dit moment, ja. Nou, wat je misschien heel raar gaat vinden, maar nog steeds de PlayStation Vita eigenlijk. Want mede dankzij PlayStation Plus komt er elke maand komt er goede shit vooruit. Dus, maakt niet uit dat het indie shit is. Ik bedoel, Binding of Isaac zit nu te spelen daarop en het is ontzettend veel lol. Ik vind het nog steeds een heerlijke console, gewoon hardware technisch ook. Ja, dus de Wii U of de PS Vita. En ik denk dat ik net iets meer tijd op mijn PS Vita besteed. Maar dat komt ook echt door PlayStation Plus. Als PlayStation Plus er niet was, dan was het niet zo goed geweest. Hè. Ah, ik ben in de war omdat Ganondorf hierin zit. Ganondorf is normaal mijn mannetje. Ja, ik sla hem wel uit het veld. Ja, pak jij die grote dude even, dan
Oké, Diddy Kong. Ja, nice. Heel goed gedaan. Nice, sir. Oh, je bent maar 7%. Dat is wel goed. That's how we roll. Maar ja, zoals je ziet, het kan heel chaotisch worden als je met 6 poppetjes op een slagveld bent. Ja, precies. Maar nu hebben we nog meer. Ja. Dit is waarschijnlijk de eindbaas of zo. Is het Fighting Me Team. Dit zijn heel veel poppetjes, maar ze zijn heel zwak. Met 1 goede aanval kan je ze eruit krijgen. Oh, okay. Dus je hoeft niet eens te smashen of percentage op te bouwen. Geef ze gewoon een klap en ze vliegen eruit. Let maar op. Bam. Doe bijvoorbeeld die renaanval, dat je rent en dan op A drukt. Juist dat. Bam, haha. Ik doe gewoon mijn Falcon Kick de hele tijd en dan vliegen ze ook al weg. Bam. Het fijne van Captain Falcon is, hij heeft dat knietje, dat elektrische knietje. Die, oh, zo lekker, oh, zo bevredigend, oh. Ik heb echt een flauw idee af en toe wat ik aan het doen ben. Ja, nee, dat zul je in het begin een beetje hebben, maar na een tijdje dan is het allemaal second nature. Nee, Captain Falcon heeft, elk personage heeft luchtaanvallen. En de naar voren luchtaanval van Captain Falcon is een knietje. En als je die precies op het juiste moment weet te raken, dan zie je een soort elektrische stroomstoot ervan afkomen. En als je die raakt, jongen, die is elke keer van... die voel je gewoon hier een beetje, gewoon hier. Oh. Is zo goed. Nou, ik weet niet of ik die knie daar wel in je kruis wil. Wat? Kijk, we moeten tegen Master and Crazy Hand. Dus deze keer gaan we ze echt afmaken. Master and Crazy. Maar we moeten nog een keer een stream doen, wanneer Roy en zo erbij zijn. Dat we gewoon echt een ontzettend goede multiplayer stream houden van Smash. Want mensen denken nu van, nou wat zijn dit voor noobs. Maar we moeten ook een keer gewoon een goede... goed toernooitje houden. Nou, we kunnen straks Jurien Bakker wel even erbij roepen. Die heeft ook wel... Heeft hij een beetje Smash ervaring? Ik weet niet of hij Smash ervaring heeft, maar die heeft wel een Wii U. Dus... wel Nintendo crack. Pas op. Bang niet uit, ik kom terug. Oh! And I got this. Yeah. Bitch, I got this. Wait. Come on. Ja, nice. Nine. Dat kon niet in de 3D, in de 3DS versie niet, dat ventilator move. Hier, kom maar. Ik er nou weer uit. Ah, yes. Oh, het is gelukt. Ja. Ik wist niet waar althans, ik... althans, één van die handen is dood. Ik weet niet waar ik ben. Je ligt helemaal uit, maakt niet uit. Nee. Ik kan hem gewoon laten zien. Prap. Nee, ik ga het helemaal... Bam. Oeh. Ah. Ja, dit gaat je wel lukken, je bent nog... Gaat lukken. Heel weinig. Die lasers zijn dan een beetje irritant, maar dat maakt niet uit. Bam! Yeah, man! Bam. Wat komen ze doen? Ze weten niks. We zijn de Smash Bros. Smash Bros. We zijn Smash Bros. Oké. Ja, dit hebben we gedaan. Zijn er vragen uit de chat? Oh nee, die is er niet, want we zijn niet live. Als jij nou vanavond om 6 uur even in die chat gaat, en dan kun je vragen beantwoorden. Ik denk dat ik vanavond om 6 uur wel ligt te pitten eigenlijk. Oh ja, je hebt de hele nacht doorgewerkt. Ik heb de hele nacht doorgewerkt, dus als ik straks thuis ben, ga ik even goed mijn nest in. Maar als ik op tijd wakker ben, dan wil ik wel even de chat in. Huh? Hebben we hem nu al uitgespeeld? We hebben de Classic Mode hebben we nu uitgespeeld op moeilijkheid 3. Hebben we nu iets vrijgespeeld of zo? Ja, als het goed is krijgen we hierna een gevecht tegen een geheim personage en dan kunnen we die unlocken. Maar ik druk even op start, want dit hoeven we allemaal even niet te doen. Dus we skippen de credits even. La 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 la. Alle mensen hebben meegemaakt. Bijna iedereen is Japans. Zo, 2014, Nintendo. We zijn aan het rondrennen. La la la. Most fabulous man in the universe. Dat is cheered. Niet eens, ik heb te veel. Oké, congratulations. Mooi. Als het goed is, krijgen we nu... een heel fabulous eindfilmpje van Captain Falcon. en dan krijgen we nu... A new foe has appeared. Oh nee! En ik weet dat het Falco is. The horror! Toevallig is dat iemand een clone personage van jouw personage.
Oh. En die ga ik nu even in elkaar slaan. Falco is een collega van Fox, jouw personage. En ik ga hem even... En waarom zijn we nu niet samen? Dat is, omdat ik beter ben dan jij. Ja, dat is echt serieus? Degene die met de meeste damage doet? Nee, ik zit maar wat te zeggen, maar ik ben sowieso wel beter dan jij. Oké. Bam. Oh, ik mis dat knietje weer. Oh, dit level ken ik trouwens nog niet. Wat vet. En daar kom je nu achter. Ja. Ja, ik was een beetje gefocust op Falco hier. Kom eens, Falco, kom eens. Is dit Falco Sandstra? Oh, tering, wat flauw. Oh. Ik ga gewoon Falco puntje. Nee, ik ga hem niet Falco puntje. Pas op. Wat een vet level, zeg. Tering. Het is echt heel sci-fi. Heel erg Star Fox. Kom dan, Falco. Wat gebeurt hier nou? Oh, wow. Holy shit, zit wat een dynamisch level. Zit gewoon op een Arwing te vinden. TIE Fighter. Een Arwing, ja, het is inderdaad de TIE Fighter van het Star Fox universum inderdaad. Of de X-Wing moet ik zeggen. Bam, there we go. Nice, sir. Dus ik heb nou als het goed is Falco unlocked. En Falco is net als Fox, een beetje, alleen hij slaat net iets harder. En hij is iets langzamer. Maar heb je op de 3DS alle characters al unlocked? Op 3DS heb ik alles unlocked. Alle characters, alle custom moves, alle trofees, alle levels, noem het maar op. Of alle trofeeën, moet ik zeggen. Wel goed meervoud. Ja, nou, daar is die inderdaad. Falco. Inderdaad, zie je, die zit nu naast Fox. En op een gegeven moment, als je iedereen unlocked hebt, dan heb je een scherm van echt hier tot hier. Het is gewoon vol met personages. We hebben nu nog maar 2/3 ongeveer van wat er allemaal mogelijk is. Zullen we even kijken of we 4 man op de bank kunnen krijgen? Zullen we dat fixen? Oké, wie? Doe mee. Meedoen met Smash? Ja. Martin? We hebben 2 mensen nodig, of 3 mensen als cheer die meer meedoen. Ja, Martin doet sowieso mee, dus okay. Mooi, dan ga ik nog een beetje wijn hebben inschenken. We trouwens nog een extra controller? Moet even gaan regelen. Oh, ik kan mijn 3DS wel weer aansluiten ook. Oh, nice, pak hem. Oh, maar je hebt geen Smash op je 3DS, of wel? Oh, nice. Ja, we hebben nog 1 nodig. We hebben vast geen GameCube controllers. Nee, we hebben die GameCube adapter niet in ieder geval, dus... Moet ik even... shit wil aansluiten. Kijk, hoe krijgen we deze open? Deze ook. Wat een leuke stream, mensen die gaan kijken hoe wij onze controllers gaan aansluiten. Nee, daar kan je maar 1 aansluiten. 3DS, Wii U... Nou, dan hebben we nog... Search for Wii U. Search for the woohoo. Oké, Martin, kom je erbij? Oké, ik heb hier een controller. Die is voor jou. Oké, we gaan... Martin en Ralf. Ralf is ook... Wacht even, hij moet ook... Dan, ik sluit wel even voor je aan. Mooi dingetje die Roy. En ze zijn beide van Inside Gamer, dus het wordt een... Misschien kunnen we wel even een co-op battle doen. Ja, maar ik heb geen schijf tegen Ik heb gedronken, ook, hè? Hij speelt ook Smash. En ja, ik... Oké, okay, wacht even. Hij is wel oké. Okay. Ik ben kut. Jij bent kut. Ja. Oké. Okay. Dus we zoeken elkaar Wilers. Al de hele tijd in het slagveld op. Geen probleem. Nog een keer. Search for Wii U. Come on, guys. Bam. En we hebben er nog een controller bij, als het goed is. Yes. Chaos. 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 Yes. Chaos. Chaos. Wat een nichte naam. Oké. Okay. Dat is een hele mooie naam. Druk jij even op Smash, inderdaad. Mooi. Als Samuel gedronken heeft, dan... Dan word ik echt... Oh, ga je me kapot maken? Is that a promise? Oké. We gaan een co-op doen, toch? 2 tegen 2? Team battle? Ja, team battle. Dus jij bent mij in het team? Ja, team. Oké, dan moet ik even... Wacht even hoor. Dan moet ik... Stok, wacht even. Stok, coin. Waar doe ik ook weer team battle? Even 5 stok. Nee, het is... Hoe doe ik ook weer team battle? Smash. Ja, daar zit het. Team battle. En dan ga ik in blue team en dan moeten jullie gewoon even... Oh, wacht. Dan moet ik... In red team. There we go. Welk team zijn wij dan? Kijk, wie ben jij? Ik ben player 4. Oh, jij bent player 4? Oké, nou dan word jij ook blauw. Oh ja. Zo, hartstikke. Nou, dan ga ik... met wie ga ik? Ik ga met Bowser. Pika Pika! Van Kirby. Met classic groene Scaly Bowser. Groene Kirby. Oké.
Even mijn naam. Ik was een keer aan het blowen met de maat en we hadden het over Mario terwijl we aan het blowen waren. En die zei van, hey, als Bowser Peach ontvoert en hij heeft sex met haar, zou hij dan ook van die stekels op zijn lul hebben? Van die spiky. Maar hij is hier naakt. Je ziet niks. Hij heeft vast wel iets onder het schild zitten. Ik weet niet. Onder het schild? Hij is een lul, je op kan zijn rug. Je kan hem toch soort van naar achter buigen of zo? Waarom zou hij dat doen? Nou, echt, dat doe je als je 10 bent in de douche, weet je. Maar... jij zit nu achter Cheert, dus jij moet iets meer hier naartoe. Ik heb geen planning op. Nee, maar anders zien ze niet op de camera. Ja. Oké, nou, Big Battlefield. Nee, hoe je hem weg ziet kwijnen straks. Wat zijn de knoppen ook weer? Oké, even kijken. Cheert, jij bent Pikachu? Ja. Pika! Mooi, we gaan die jongens afmaken. Ah, oh, ja, natuurlijk komt die onder. Martin is natuurlijk dat klote poppetje weer, hè? Hier, eet. Oh, items staan aan. Nou, dat wordt lekker chaotisch. Het level is echt wel groot, inderdaad. Nine! Ja! Oh! 5 levens, jongens. 5, 8. Hey, what the fuck? Je bent in één keer een blok. Dat is de beneden B. Dan word je een soort stenen ding. Dan heeft hij pijn, dan heeft hij ouw, inderdaad. Oké, ik moet even onthouden wie wel of niet bij mij hoort. Haha! Oh, damn! Haha! Hoe dan? Dat is de Bowser Rape, noemen we dat. Hoe dan? De Bowser Side. Ik wil eigenlijk alleen Martin pakken, want die kauwgombal heeft mij zitten fucken net. Wie heeft die andere delen van dat item? Oh, de smashball! Oh, de smashball! Oh, iedereen wil de smashball. Cheert, pak de smashball. Ah, waarom mis je dat telkens? Nee, ah, hij heeft hem gemist. Ik heb hem toch. Ah, man. Ah, vol op je bakkes. Martin, kom hier. Ah, Cheert hoort bij mij. Oh ja. Toen Link heeft dat laatste onderdeel van het item dat ik nodig heb. Hij moet hem even aan mij geven. Ah, hier, eet. Oh! Ah. Potverdorie! Is dat jouw onderdeel? Ja, dat was mijn onderdeel wat wegvloog. Oké, weet je wat? Done with this shit. Brand, ik rijd voor brand, schaamhaar. Bam. Oké. Okay. Oh, fuck. Oh, oh! Hier, daarmee. Hiermee. Okay, Martin moet echt even oprotten. Ha, 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 ha. Oh, die is zo OP, die aanval. Ja, je bent zelf OP. Damn. Nice! Ja. Bitches! Oh. 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 What the fuck is dit voor gun? Wat is dit? Je moet me echt hebben, hè? Ja! Je moet me echt hebben, hè? Ah, oh, ik ben nog niet dood, helaas. Mario, man. Oh nee! Martin, laat me los! Ik weet niet wat het is met Martin, maar hij wil me de hele tijd in zijn mond hebben. Dat kan gewoon niet. Dit level is wel echt groot. Het level is eigenlijk gemaakt voor 8 spelers. En dat is, begin ik nu ook wel te merken. Hé, hey, Martin, zuig me niet op. wat is dit dan? Nummers? Ja, dat zijn nummers. Hij heeft er weer een assist trophy gebruikt. Eet Bill. Oh, jongens, we moeten echt een keer een 8-player battle fixen en dan gewoon zien hoe fucking idioot dat wordt. Nee. Oh, shit. Was jij dat? Oh. Ah! Yes. Fuck. Leven. Oh, wacht, Martin heeft ook nog 4 levens. Dat kan niet. Ja hoor. Nee, daar ga ik wat aan doen. Nee. Hier, even. Nee, je gaat geen Al-Qaeda suicide shit doen hier. Oh, nee, goed. Fuck. Oh, net niet, Cheert. Maakt niet uit. What the fuck? Oh, man. Wat is dat voor gast? Dat is Andros, de eindbaas uit de allereerste Star Fox. Nou, uiteraard. Wie weet hem niet. Hier, kijk hem op. Nee, ik wil Giga Bowser. Dat is de meest metal van allemaal.
Kom hier met die bal. Oh, wacht, dat klinkt al verkeerd. Ik heb nummer 1 pop. Oh! Nee. Yes! Guys, behold Giga Bowser! Ik blijf wel even lekker hier staan, zo. Shit, ik ga naar huis. Dit is gewoon niet leuk. Arr! Ik heb in ieder geval wat schade gedaan. Je krimpt weer. Dat zei jij ook gisteravond. Je krimpt weer. Ja, je bent gisteravond inderdaad gekrompen. Of ben je altijd zo klein? Nou, ik ben altijd zo klein, Cheers. Dus ik weet dat ik het gevoel heb van mij, oké? Oké, Link moet echt even oprotten. Ik heb zo'n hekel aan Link, want hij heeft een beetje alles. Hij heeft een beetje een zwaard waarmee hij hard kan aanvallen. En hij heeft projectiles. Link is echt een beetje een noob-character. Hey. Ah, die heb je niet zojuist gemaakt. Ik maak ze de hele tijd zwaarder. Maar en hij probeert wel... ook de hele tijd die stomme move te doen dat hij op mijn hoofd... oprotten. Oh, Pac-Man spookjes. Don't hit the ghosts. Ik hoop Pikachu, joh. Nee! Martin is Kirby-chew op dit moment. En ik gun hem dat petje niet. Ik moet hem echt even hard slaan. Oh, het staat hartstikke goed, man. Hier, dat staat... Oh, sterretje. Jij. Oh nee, ik ben Cheered kwijt. Oké, fuck. Ik heb 4 levens tegenover 5 levens van jullie gecombineerd. Dat kan ik halen. Dat kan ik vast wel pakken. Bam! 4, het staat gelijk. Oh! Bill! Eet Bowser Bill. Okay. Oh, je hebt in één keer 3 levens. Tegenover 4. Wat een spanning. Hier, pak Kirby op. Alsof het helemaal niks is. Nou, maar ik ben ook best wel grote lizard. Het is ook een soort van kauwgombal. Ik wil het zeggen. Oh, kijk eens. Kom dan. Oh ja, ik ben nog niet dood. Maakt niet uit. Oké. You wanna play it like that? Laat hij de masterbal liggen. De bijbal. Nee, niet de Wii-bal. Hè? Ik kies jou. Zoroark, oh nee, die is kut. Pauw, pak pauw. De bakpauw, de wat? Jeroen pauw. Een broodje bakpauw? Oh nee! Zoroark. Wat is dit nou? Dat is een Pokémon, die is best wel overpowered. Is dat Wolverine? Een soort de Wolverine uit de Pokémon-wereld, inderdaad. Oh, Elk Man uit Mega Man 1. Nee! Waarom weten we dat allemaal? Ja. Potverdorie, jongens. Ja. Oh. Pound that fucking shit out of the guy. Ja, maar dat komt wel goed. Wie heeft die? Nee! Nee. Gemist! Nee. Hier! Nee. Straf! Dude! I'm good. Oh nee, shit, hij heeft me vertraagd. Ah! Later! Ik kan maar bijna niks doen. Oh. Oké, never mind. Jij bent echt secret aan het oefenen en vervolgens zeg je... Ah, ik kan er niks van. Als ik dit win, jongens... Nou, ik ga dit winnen. Gewoon voor de glorie van Pu. We, want ik heb... Jij hebt meegeholpen, soort van. Aha, geblokt. Cheers, de commentaar die maakt het wel echt 10 keer beter, jongen. Eet. Zo, dit is echt een soort van lightsaber gemaakt van fireball. Oh nee, fuck! Hahaha, ik ben even... Oh, pas op voor Kirby! Oh, kom maar, Kirby. Kom maar. Kutbal. Ah. Oh, ik ben zo bloeddorstig nu. Als mijn moeder me nu maar kon zien. Oh, Martin gaat het. Flappen gewoon terug. Hier. Wow, oh, jij bent, dat is echt super makkelijk. Waarom heb je mijn Kirby niet laten spelen? Die kan altijd terugwaaien. Ik heb zo, Oh shit, nee. Niet. Oh, die is van mij, Lugia. Ja, had ik hem gegooid? Ja. Oh, godzijdank. Yes, ik heb er een leven bij. Dat item, als je dat item lang genoeg in de lucht houdt, dan krijg je er een stok bij. Ja. Ah, oké. Okay. Nee, dat is, die zit wel in de 3DS-versie ook.
Nee. Jawel. Bam! Bil op je hoofd! Oh. Oh, tegen het scherm aan. Doe Link, I'm coming for you. Had je nu maar geblokt. Hoor, zie je dat? Dat is verbrand blond Link haar. Oh, er komen de Shashliks uit. Gaat hij een beetje mee healen. Hij probeert het een beetje uit te stellen. Kom maar, pak hem maar, pak hem maar, pak hem maar, pak hem maar. Oh, we rock! Yeah! Michael. Wint van Instagamer. Again. Expected, expected. It's totally expected, totally. Hier, ik ben 1. Nice. Het ging niet zo goed, nice. Maar... Hey, maar kijk, ik had gewoon een grote zware motherfucker. Jij had een klein lichtpoppetje en zo hebben we elkaar gewoon goed gecompenseerd. Ja, ik heb de hele tijd die gasten geknald. Precies, precies. Ik vond het een mooi potje. Wat zeg je? Ik wou dat ik met een 3DS moet spelen. Kan je dat? Ik hoop het. Ik heb geen idee. Waar is de controle van Martin? Hij moet op A drukken, anders kunnen we niet verder. Oh. Ja. En dan gaan we nog één potje doen, maar dan 1 tegen 1 tegen 1. 1 tegen 1 tegen 1. Gewoon complete chaos. Dus we doen team battle, doen we uit. Het is nu gewoon Smash. Jij hebt de Pro Controller? Yep. Perfect. Nou, dan ga ik nu even met... even kijken, met mijn boy Ganondorf. Ganon is toch wel de beste villain in videogame history. Dan ga ik nu met Kirby. Dat is een goede vraag trouwens. Wie vinden jullie de beste videogame villain ever? De beste bad guy. Beste bad guy, toch? Dat is nog een video over gemaakt. Beste videogame bad guy. Ja. Psycho Mantis? Dat is ook wel een hele goeie. You like to play Castlevania. Ja. Dan maar gewoon random. Links onderin en dan kies hier maar wel één. Ook goed, ook leuk. Oh, ik drukte naast random, want ik kreeg alsnog die... Maakt niet uit. Oké, wie is wie? Ik ben Cheered. Ja. Cheered, ben jij Kirby? Ja. Typisch. Oké. Okay. Ah, dit is de wrecking stage. Oké. Okay. Came in like a wrecking stage. I wanna wreck it. Ik heb dit level nog nooit gedaan. Pak je mee op. Hopsa. Ganondorf is zo bevredigend. Hij pakt mensen echt alsof ze bitches zijn. Ganondorf weet gewoon Jezus, de basis. Wie is die Krang? Ja, die, dat is een Metroid. Dat is een parasiterende levensvorm. Oh, daar ga ik. Bam! Feel the wrath of Ganondorf. Nee, Mart, we gaan niet counteren. Nee, nee. Auw. Hoe kan je naar beneden? Door er soort van af te springen. Wat is dat potje? Helemaal niks. Als je 100% of meer damage heeft, dan hield hij 100%. Als je minder dan 100% hebt, doet hij inderdaad helemaal niks. Oh! Pijnlijk. Ik vind het irritant dat er Martin boven Sonic staat, terwijl Martin helemaal niet meespeelt. Hier voor je. Maar Ganondorf geeft gewoon nul neuks. Hij heeft gewoon zoiets van, ik ben boos op iedereen en jullie gaan er gewoon allemaal aan. Ja. Yeah. What is the B button on this thing? Sorry. Oh, die was netjes. Oké. Huh? What the hell? Oh, Sonic is zo irritant. Ik kijk je gewoon bij Nintendo. Ja. En deze game ook niet spelen. Die was gewoon de enige die met de oude Retro Vino. Oh, dat kan ik wel, maar... Ze raar aan. Ja, ze hadden voor 8 man al zijn staart gelegd. Ja. Na 8 voor de grote rollen van Gamecube-controller. Maar wat vond jij zo chill aan die Wiimote dan? Waarom vond jij dat chillste controller? Ik heb daar gewoon mee leren spelen. Ik Brawl is de eerste in de serie die ik heb. Ah, ja, precies. Ja. Martin, hoe vloog je de hele tijd? Ja, nou het mooie van Smash Bros. Is inderdaad dat het ontzettend veel controle opties ondersteunt. Ja. Zoals jij bijvoorbeeld leren spelen dus met de Wiimote. En je zou denken van, nou dat is helemaal geen goede methode, want je hebt geen stick. Je moet het echt doen met de D-pad. Maar blijkbaar heb jij gewoon die shit kunnen leren met de D-pad.
Nunchuk kan er ook bij. Ja. Nou, ik word meestal wel een beetje priegel als ik niet kan spelen met een GameCube controller, maar ik heb ondertussen zo vaak op de 3DS gesmashed, dat ik hier ook wel redelijk mee kan... Ja, ik heb geen 3DS, dus Oh, heb je geen 3DS? Nou... Arme student, hè? Ah, oké. Ja, ik heb nog geen Xbox One, dus... Nee. Ah! Haha! Hier, Ganon. Wow. Dat was mijn true form. En zoals elke vrouw weet, de true form van een man is een groot vies varken. Maar dat is het mooie aan Ganon, denk ik. Hij is een soort van analogie van de donkere kant van de man. En dit zuig je compleet uit mijn duim, maar ergens klopt het wel. Ja, die kan ze... Die kan ze laat hem meteen aan, die hoor je terug. Ah, ik zat in een kistje. Oh! Ah, mazenbal. Jongens, eet Pokémon. Giratina! Wow. Oh nee, hij heeft mij ook beïnvloed. Het is heel irritant. Ik ben nu zo langzaam als een dikke drol. Later! Ralf, hoe gooi ik je met deze controller? Gewoon de controller gooien. Ik vind het level best leuk, want hij verandert continu, maar ik vind het toch iets te... Statisch. Te irritant ofzo, toch wel. Omdat je, als je bijvoorbeeld hier bent en je drukt op boven, dan begin je dat ding op te klimmen. Nee. Ik zit op een ladder. Ik ben op de ladder aan het chillen. Martijn, ik ben op de ladder aan het chillen. Wee. Klim. Wee. Hey, ik wil hier Wee. Oké, sorry. Dude. Nee, hij gaat me niet pakken met zijn been aanval. Oh. Kirby werd harder geswaffeld dan mijn ex. Nee, ik zei niet. Oké. Bam! Bullet Bill. Oké. Aha, die ligt eruit. Ik heb niet verloren. Je bent gewoon minder goed dan cheered. Oh ja, ik wil ook het volgende man. Ik zat uit mijn schoen. Ah, oké. Aha, ja. Hier! Oh! Ik voel de cheertse hamer op mijn... Oh nee, wacht, dat klinkt heel fout. Dit is een beetje de... Oh, cheert heeft mijn kapsel gejat. Cheert, what the hell? Druk eens op B, gewoon op B, dan doe je een hele harde slag. Die. Dit is echt belachelijk. Kirby met Ganondorf's haar is echt het vetste wat er is. Ah, nee! Oh. Kon je hem niet zien? Ja, ik wilde hem gaan halen om hem op Ganondorf's face te gooien. En op dat moment wordt hij actief. Wat hebben we hier nou helemaal? Laat dat een les zijn, jongens. Nooit proberen te teamen tegen Ganondorf. Wie een kuil graaft voor Ganondorf, flikkert er zelf in. Hier, man. Rot op met dat ruft ding. Je hebt me letterlijk van een level afgeruft. Ja, whatever. Nee. Ah, kut. Jammer. Jammer. Die ruftstok is echt awesome. Die gaat Zelda volgens mij. Nee, ik counteren. Ja, maar het is een grab, vriend. Je kan een grab niet counteren. Ah, ik heb een leven gepakt. Oh nee, Kirby! Cheating son of a bitch. Hier hoor, hij is een ninja. Zit hij gewoon op het dak hoor, niemand in mijn pak kan. Ik wilde dat ding bij naar je slaan, oké, fuck it. Oh ja. En dat dan, ja? Oeh. Ja, inderdaad. Kom maar, Cheert. Kom maar. Fucking grab altijd. Ja, die grab is ziekelijk, hè? Ja. En ik kan hem combo. Zie je? Ja, maar dat is een andere grab. Oh, what the fuck?
En mensen weten niet hoe vies Ganondorf echt kan zijn. En ik heb het niet over zijn persoonlijke hygiëne. Ook wel. Ja, ook wel een beetje. Hij is toch een woestijnkoning. Oeh, ik heb bijna... Die smash duurt echt fucking lang voor Kirby. Hier, proef laser. Hier. Zure matte. Oh. Dude. Nee, niks dude. Niet oké. Oké, ik ga even achter... Ik ga achter die backstreet boy aan hier. Doei! Doei! Oké, okay, cheered, kom op. Cheered, je bent gewoon Hier, pak aan! Bam! Je bent gewoon... Je staat net zo ver als ik. Oeh. Cheered begint goed te worden met Kirby. Oh, echt? Kijken, even naar mijn zwaard kijken, oké. Nee, ga weg met die discobal. Kom dan. Kutbeest. Ja, die is zo niet open. Ja, potverdorie. Als je wint, hè, cheert. Ik ga je echt slaan met een vliegenmapper. Hey. Zo. What the fuck? Dat is een grab. Yeah, baby! Die was echt nice, al zeg ik het zelf. Ik ben ook zo... Zo nederig. Okay, gefeliciteerd. Het was mooi. Wie wil van me overnemen, want ik moet zeiken als een nijlpaard. Ik denk dat we ermee gaan stoppen, man. Maar dat komt ook mooi uit, want zoals ik al zei, ik moet zeiken als een nijlpaard. Ja. Dit was hem, mensen. Het was weer als vanouds. Ik weet niet of ik mensen... Ik heb nooit Smash gespeeld. Nee, maar nee. Ik voel het nu wel als vanouds. Soort van. Ik hoop dat mensen die nog nooit Smash hebben gespeeld... een beetje hebben kunnen zien wat het is. Ja. Ik hoop dat mensen ook een beetje hebben kunnen horen wat de bedoeling is. Nogmaals, je moet elkaar het veld uitrammen. En hoe meer mensen je het speelt, hoe leuker het is. Zoals blijkt... nu jullie erbij zijn komen zitten, weet je, het is gelijk een stuk chaotischer, gelijk een stuk leuker. Jongens, ik ga naar het toilet, ik ga mijn wijntje opdrinken. Ik zou zeggen, tune de volgende keer weer in. Wat is de volgende game die we gaan streamen? Wat? Tune de volgende keer weer in? Tune. Oh. Like, tune in. Oh. Ik dacht al, what the fuck. dit was hem inderdaad. En vrijdag zijn we er natuurlijk weer voor een nieuwe Let's Play. Dus tune in. Op tune in. pupe.nl/live. En dat was hem. Doei!